Onze relatie levert verpakkingslijnen waarover kwetsbare producten met hoge snelheid en precisie verplaatst worden. Ons brein, de besturing voor de robot, levert die snelheid en die precisie, maar belangrijker nog, de controle om met de kwetsbare producten om te gaan. Schneider Electric is leverancier van digitale energiemanagement en industriële automatisering. En daarin staan duurzaamheid en efficiëntie centraal. We houden ons bezig in vele segmenten, waaronder andere woningbouw, utiliteit, infrastructuur, datacenters en industrie. Wij zijn PWR, Packaging with Robots. We zijn een internationale machinebouwer voor de voedselverpakkingsindustrie. Onze machines pakken met hoge snelheid producten, voedselproducten op, om die in te pakken in kartonnen, dozen of plastic treetjes. We doen dat met hoge snelheid en wij zitten daarmee in de frozen food, we zitten in de snoepjes, we zitten in de chips en in de bakkerijwereld. Variërend van de grootte bouwen ze een beetje 20 tot 25 machines per jaar. Waarbij er 2 robots tot 35 robots in één lijn kunnen zitten. Onze toegevoegde waarde is continuïteit in het productieproces. Onze klanten zijn dan niet meer afhankelijk van de mensen, maar de machines doen al het werk. En daarmee waarborgen ze de kwaliteit en de continuïteit van hun productie. Er zijn tal van projecten te noemen. Als we praten over machinebouw, machines, dan zijn kleine machines vaak de stand-alone machines. Praten we over grote systemen, ook in machinebouw, dan noem ik een voorbeeld van onze relatie hier. En dat zijn lijnen die gaan tot over 30 robots, waarover 3000 koekjes per minuut verpakt gaan worden. Ons EcoStruxure platform is een open platform. Het bestaat uit 3 lagen connected products en een besturingslaag en daaroverheen apps en analytics. Dat is software om data uit de connected products te kunnen verzamelen, te kunnen analyseren en daaruit waardevolle informatie halen. Toekomst is sneller, beter, waarbij mens en machine samen in contact staan om de juiste beslissingen te nemen in het productieproces.